sniepertje, rare sniepertje. Onze sniepert met zijn ingedrukte hoed. Daar komt sniepertje, rare sniepertje. Onze sniepert is des malle dingen doet. Hij leidt een vrolijk leven, hij luistert nooit. Dit is de kleine, maar mooie gemeente Outer Angstel, waarvan ik burgemeester ben. Ik hou ervan om 's morgens vroeg een korte wandeling te maken. Nu eens langs de weilanden aan de ene zijde van het dorp, dan weer door het bos aan de andere kant en ook wel eens, zoals vanmorgen, door het dorp zelf. Langs de Koningin Emma Linde op het Raadhuisplein, door het Achterom, de Bakkersteeg, de Beenhouwerstraat, over het Münsterplaatsje, door de Grutterstraat, waarin de winkel staat van Van Dijk, beter bekend als Malle Pietje, en langs de Hoofdstraat weer naar huis. Wat? Oh, ik heb nog niet eens de tafel afgeruimd. Oh. Meneer, neemt u me niet kwalijk. Ik dacht dat u op het gemeentehuis was. Ik heb de tafel nog niet afgeruimd. Ja, Saartje, ik was al op weg naar een vergadering. Ja. En toen bedacht ik opeens dat ik iets vergeten was. Juist, daar heb ik ze. Mooi zo. Wilt u nog niet een kopje thee? De pot is toch bijna vol? Een kopje thee nog? Ja, och, waarom eigenlijk ook niet, Saartje? Schenk maar in en voor jezelf ook. Voor mij, meneer? Ja, en kom eens gezellig bij me zitten, Saartje. Voor begin november bijna zomerse dag, Saartje. Ja, heerlijk. Heerlijk met je deur open, ja. Hè? Zo. Ja, graag een beetje suiker. Dank je, Saartje. Zo. Een heerlijk kopje thee, Saartje. Is het niet te sterk? Zal ik er een beetje melk in doen? Hoeft helemaal niet, Saartje. Ja, vanochtend liep je nog even langs de winkel van Van Dijk. Hè? Wat jammer dat zo'n man hier in het dorp woont. Hè? Wat jammer? Vindt u dan geen aardige man, Piet van Dijk? Aardig, reuze aardig kerel. Maar ik bedoel dat hij zoveel mooie antieke dingen tussen zijn rommel heeft staan die werkelijk veel geld waard zijn, Saartje. Maar ja, wie een dorp heeft er belangstelling voor, hè? Nee, in de stad dan zou je goede zaken kunnen doen. Ja. Maar Piet van Dijk en de stad, dat is water en vuur, meneer. Nee, hier voelt Piet zich thuis. En in de stad zou hij maar verleppen. Ja, ja, Saartje, maar als zakenman moet je wel aan je verdiensten denken, hè? Ik sta altijd weer verbaasd als ik hoor hoeveel verstand hij van antiek heeft. Zo. Dat heeft heerlijk gesmaakt, Saartje. En nu moeten we vlug weg. Heb u nou niks vergeten, meneer? Nee, de papieren heb ik. Naar de vergadering van het waterschap, Saartje. Oh, ja, meneer. Nou, sterkte maar, meneer. Dank je, Saartje. Ik kom er wel uit, hoor. Dag, meneer. Tot ziens. Ja. Zo is het. Ja. Zo is het. Ja, zo is het. Vorig jaar om deze tijd had ik niet te klagen. Maar vorig jaar om deze tijd had ik ook helemaal niet te klagen, nee. Nou ja, ik klaag ook niet, hoor. Nee. Ik heb karrewaadjes genoeg. Ja. Maar het is mijn winkeltje, hè. Nou, ik heb maar ingekocht en ingekocht. Maar verkoop behoor maar. Tje, ik had ook nog wel een paar duitjes, maar voor de rest is het toch echt zuinig iets aan, hoor. Ja, ik heb ook wat achter de hand, natuurlijk. Maar ja, dat staat er maar. En dat staat er maar. Zeg, konden we maar eens wat bedenken, hè? Ja. Een bedenkseltje. Zeg, als jij nou je karretje eens volladen. En je ging ermee langs de deuren. En overal aanbellen. Langs de deur? Ik langs de deur leuren? Ja. Ach man, nee, dacht je dat ik dat deed? Ik heb nog eergevoel ook. Jaco. Kun jij de baas niet eens opbeuren? Hij zit zo in de put, hè? Ah, wat nou, joh, Jaco. Wij redden het wel, hoor, hè? Zal de baas je eens lekker verwinnen, hè? Verwinnen? Dan zie je wat. Oh, wil jij soms ook een nootje? Nee, dat bedoel ik niet. Ik ga naar Saar. Oh, die moet jou verwinnen. Ja, je bent een soort papelegaai van de Saar. Nee, ik moet er nog iets vertellen. Wat moet je nou vertellen, jongen? Dat zal ik jou niet in je neus hangen, wat ik ga vertellen. Oh. Nou, en, nou ja, goed, als je het niet aan mijn neus wil hangen, ga dan maar, want je hebt toch geen rost in je gatje. Over gatje gesproken. Zal ik je toch maar in je neus hangen? He? Ik heb samen beloofd dat ik de achterband zou plakken. De achterband? Ja. Van de automobiel? Nee, van de keukenschort. Nou goed. Oh. Ik ga er meteen vandoor. Ik kom nog wel eens opduiken. Ja. Jaco, de groeten, hè? Dag. Ja. Nou, tot ziens dan maar. Zeg, kom je nog terug? Als je langskomt.
Terug? Ja. Nee, ik ga meteen naar huis. Oh. Want ik moet nog een nieuw hok timmeren voor de geit. De oude is helemaal in elkaar gezakt. Ja. En u? Ja, tot ziens. Ja. Ja. Heb je geen leuk nieuwtje voor me? Leuk nieuwtje, wat is een leuk nieuwtje? Wel een minder leuk nieuwtje. Is toch niks ergs? Nee. Maar Malle Pietje, net als ik, zit een beetje in de geldzorgen. Ach, nee. Ja, nou ja, Piet verdiende wel genoeg met zijn karweitjes hoor, daar gaat het niet om. Maar zijn winkeltje loopt de laatste tijd niet zo goed meer. En meneer zei vanmorgen nog dat hij zoveel mooie dingen in zijn antiekzaak had. Ja. Ja, dingen die een heleboel geld waard zijn. Ja, nou dat mag allemaal wel waar weten. Maar wat heb je eraan als niemand die dingen kopen wil? Meneer zei ook nog dat er hier in het dorp bijna geen belangstelling is voor antiek. Maar in de stad. En toen zei ik dat Piet van Dijk nooit wil verhuizen naar de stad. Nee. Dat is nogal logisch. Piet is net als ik. Liever slapen in een hooiberg dan in een duur hotel in de stad. Ja. Wat is er? Wat kijk je nou vreemd? Ja, dit is het. Wat? Ik heb een idee. Zaar, je bent een reddende engel. Nee. Je bent een snoezepoes. Nou, dit is een wol geslagen. Dan zullen we denken dat het zwiebertje is. Ik een engel. Nou, dan wel een rare. Je bent mal als je het niet doet. Ja, geen advertentie in de dorpskrant zeker. Nou, dan kan ik mijn sparenduitjes wel zomaar op straat gooien. Maar het is precies wat de burgemeester zegt. De stad in een grote stadskrant. Ja, maar heb je wel eens afgevraagd wat het allemaal kost in zo'n dure stadskrant? Ja, ben jij nou een zakenman, ja of nee? Ja. Je moet eerst een spiering uitgooien om een kabeljauw te vangen. Ja, een duur spierding. Maar dan zo'n kabeljauw. Ja, jij gelooft het, maar ik geloof het niet. Oh, Jaco, zeg jij nou eens dat je baas de grootste suffert van het dorp is, hè? Hey. De kinderen tegen de vader opstoken, hè? Dat kan je. Maar wees dan ook eens een keertje niet zo stinkend eigenwijs. Je kan het toch wel eens proberen voor één keertje, maar. Ach ja, natuurlijk, maar ik wil eerst weten wat zo'n advertentie kost. Zo'n klein zoekertje. Klein zoekertje. Daar heb je toch niks aan in een klein zoekertje. Dat is meteen geld in het water smijten. Daar heb je niks aan. Oh. Maar ik begrijp ook wel. Wat zie je? Ja, zie je, dat is een idee. Een hele pagina is te duur. Vindt hij ook. Hé? Ja. Een halve tenminste. Nee. Halve pagina, hè? Ja. Een zestiende. Een derde. Nee, een twaalfde. Een kwart. Nee, een tiende. Een vijfde. Nee, een negende. Een zesde. Nee, een achtste. Ja. Ja, hij is goed. Maar een achtste en verder ga ik niet hoor, want ik moet dat tenslotte betalen. Top, afgesproken. Weet je mij eens? Voor elkaar. Hey, wat ga jij nou doen? Ik ga het meteen doorbellen naar de krant. Ik ga het meteen doorbellen naar de krant. Hoe gauw, hoe beter. Ja, maar wat als je vragen mag? Wat, hè? Ja, ik bedoel, wat staat er in die advertentie? Wat is de tekst? Ja, die zegt hij al. Ja, dat je hebt gelijk. Niet. De tekst. We moeten nog een tekst maken. Allemaal vrouwen, kom. Dag, Jaco. Ja. Ja, is een leuke tekst. Ja, Zwiebert is de grootste sol van het hele dorp, zeg hem dat maar. Zeg, dat is laag met de grond, hè. Kijk, hebben we de beestjes allemaal opgewonden. Ja. En een beetje opzitten tegen zijn te bloed eigen oom, hè, kind? Nou, we pakken een papiertje. We pakken een papiertje? Ja, hier zo. En dan gaan we een tekst bedenkelen. En een tekst bedenkelen. Alsjeblieft. Dat is het eerste verstandige woord wat je zegt. Oh. Laat het meteen aan Saar zien ook. Ja, aan jou van Saar? Nou, van haar is het idee in ieder geval. Nou ja, goed. Ja, papier. Potlood, denken. Ja. Niet dat ik er nou zoveel verstand van heb, maar ik vind het zo afgezaagd. Huh? Ondergetekende beveelt zich aan. En hier verder, uw vereerde bezoek zal ondergetekende op prijs stellen. Nee. Nou ja, Piet en ik wisten er ook zoveel niet van. We hebben er alleen een paar grote advertenties in de dorpskrant op nageslagen. Ja, het is een beetje anders dan gewoon zeggen, begrijpt u? Hij had zelfs nog geschreven, betaalt u in de stad een riks? Bij Pietje betaalt u bijna niks. Heb u hersens in uw kop? Zoek dan Van Dijk gauw op. Het is toch allemaal malligheid? Maar ja, het werd toch maar een probeersel. Ja, maar je zegt geen kop, je hoofd natuurlijk. Ja. Dan rijmt het niet. Nee, dat is het. Als ik als man van het gezag een kleinigheidje zeggen mag. Ja, jij mag ook weer. Ja, het gezag kan ook ruimelen. Nou, graag of helemaal niet hoor. Nee, Velder, wacht, jij als buitenstaande. Zeg op, wat wou je vertellen? Ja, maar eerlijk gezegd, je verzaadje als veldwachter moet ik altijd neutraal zijn en de uitspraak van de een. Nou, is me net zoveel waard als de uitspraak van de ander. Oh. Daar komen we niet veel verder mee. Nee. Dus je vindt de tekst van Sweep bijna even goed als de mijne? Nou, dat is te zeggen. Nee.
Die van jou vind ik beschaafder. Oh, nou, daar ga je, Swiep. Nee, helemaal niet. Van die van de... Nee, van Swiepeke die leest veel makkelijker. Oh. Veel plezieriger. Maar ja, zo kan het natuurlijk niet, hè. Ja, ja. Fijne raad. Nou, ik wil alleen maar zeggen dat een advertentie op Rijm helemaal zo gek nog niet is, hoor. Alleen in het beschaafde. Oh. Ik geloof toch dat Broeman een klein beetje gelijk heeft, zie. Alsjeblieft. We kunnen het nog eens proberen. Bedankt. Graag gedaan. Ja, als de mensen maar eens een beetje meer naar mij zouden willen luisteren, hè, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Ja, yeah, ja. Yeah. Juffrouw Saartje. Veldwachter. Dag, mannen. Veldwachter. Je moet wat meer naar Brom luisteren. Ja, inderdaad. We moeten wat meer naar Brom luisteren, ja. Dat heb je gehoord. Ja, wat zou de wereld er dan uitzien? Ja. Nee, hij heeft wel een beetje gelijk, hoor. Wat die advertentie betreft, ja. Zeker. Ja, ja. Kom op, mannen. Wat ja, jij? Ja, nou, we gaan het proberen. Ja. Hij zoals die kwalijk zal. Nee, natuurlijk niet. Nou, dacht je voor Saartje, moet de etalage nog veranderen? Ja, ja, allemaal antiek in de etalage. Sterkte, mannen. Ja. En succes, Van Dijk. Ja, hoor, graag, hoor. Ja. En bedankt. En de kost gaat voor de baat. Ja, het komt helemaal zo. Dacht je voor Saartje. Ik zal het meneer vast vertellen. Oh, hij zal het reuze leuk vinden. En vindt u dat nou leuk, meneer? Alsjeblieft. Oh. Dat is een prachtig getekend portret, veldwachter. Wat? Moet je uitknippen en aan de wand hangen. Maar meneer Heerwoord... Voor Cornelia trots op zijn, veldwachter. U begrijpt me niks van meneer Heerwoord. Het gezag door de modder getrokken, meneer. Ik voel me gewoon besmeurd. Veldwachter besmeurd. Ja. Toen nou. Ja. Nou. Eerlijk hoor, meneer. Ja. Ik sta hier gewoon voor schut. Ah, Saartje, je bent net op tijd. We zullen jouw oordeel graag eens willen vernemen. Heb je vanochtend het ochtendblad doorgekeken? Nee, meneer, de post is nog niet geweest. Nou, de veldwachter duwde me zo even de krant onder de neus. Ja, Saartje. Ja. Schandelijk, hoor, juffrouw Saartje. Ik word helemaal belachelijk gemaakt. Wat heb je dan gedaan? Ik natuurlijk niks. Luister, Saartje, er staat een advertentie van Piet van Dijk in. Advertentie? Ja. Zuiver laster. Ah, doe nou, veldwachter. Oh. Stil nou even. Wat enig, meneer. Ja, en luister, Saartje. Ben jij zo, ja, veldwachter? Ja, enig, hè? En luister. Aan het geëerd publiek en liefhebbers van antiek. Als ik als man van groot gezag u de waarheid zeggen mag... Ik verzeker u succes bij onderstaand adres, waarbij ik uitdrukkelijk vermeld het fijnst antiek voor weinig geld. Het staat allemaal te kijk in de etalage van Piet van Dijk, Grutterstraat 12, Ouder Angstel. Kijken eens kopen, spotkoopjes, spotkoopjes. Van zaterdag tot maandag spotkoopjes, spotkoopjes. Nou, dat is het. En daar wint onze veldwachter zich zo over op. Maar veldwachter is dat toch alleen maar aardig? En dat portret is prachtig getekend. Ja, schitterend. Niemand begrijpt me. Arme ziel. Ach, meneer, mag ik hem een kopje thee geven? Ja, natuurlijk, Saartje. Ga je gang. Zeg, en als je een boterhammetje wilt, veldwachter, hier. Kijk, mijn eitje heb je nog niet eens aangeraakt. Nee, dank u wel, meneer. Ik heb al gegeten en gedronken toen ik die advertentie zag. Veldwachter, wat wil je dan? Die twee grappenmakers wil ik op de bom slingeren, meneer, met uw permissie. Maar veldwachter... Die advertentie maakt jou juist beroemd. Wat zegt u, beroemd? Saartje heeft gelijk, veldwachter. Een man van gezag, wiens mening in de krant wordt afgedrukt. Meent u dat nou? Ja. Echt, meneer? En nou sta jij hier in die krant als die man van gezag. Ja, zelfs van groot gezag, veldwachter. Ja. Ja, eerlijk gezegd, zo had ik het niet begrepen. Mm. Maar nou u het zegt, ja, ja, ik ken. Oh, meneer, ja? Nou zou ik echt mijn eitje wel willen. Of wachter, ga je gaan? Dank u wel, meneer. Dank u wel, alsjeblieft, op veldwachter. Dank u wel. Zo, ja, vreemd, hè. Het ene ogenblik, dan denk je dat je door de modder gesleurd wordt, hè. Ja. En het andere ogenblik... Dat de burgemeester in je bad gestopt heeft. Ja, als onze krant komt, de advertentie uitknippen, goed bewaren. Nou en of, hè? Meneer. Wie heeft het eigenlijk getekend? Hey, wacht eens even, er staat een naam bij gekrabbeld. Marius Bastelein. Wat? Onze kunstschilder. Alsjeblieft. Dat is niet mis, veldwachter. Bel. Geweldig, hè, die Brom. Als tweede op ons water hebt echte. Je hebt er getekend? Hm? Onze kunstschilder, Marius Bastelein. Nou, Brom zit hoog op de kast dat je dit ziet. Ach ja. Het is meer omdat hij ons het sein heeft gegeven om het te laten doen. Het is op zijn gezag eigenlijk dat we die advertentie in elkaar geknotseld hebben. Nou, ik heb erom langer dan vandaag. Leer mij hem kennen, mag jij je borst maar uit, die komt nog verhaal halen. Ja, maar ja. Zeg, hoe vond je het dan? Wat? Huh? Jij die etalage gemaakt? Ja, maar niet alleen. Griezelig netjes.
Ja, niet alleenig, maar ik heb hulp gehad. Goeie hulp. Van onze wereldverbeteraar Brommetje zeker? Nee, van je beste vriendin. Van haar? Nee toch? Ja toch, ja. Ja, ik was ermee bezig. Ik had allemaal lege doosjes en lege kistjes neergezet en daar het antiek op. En toen kwam je verstaartje langs. Die zei, nee, dat moet je niet zo doen. Je moet er wat papiertjes omheen doen of een kleedje overheen leggen. Dan komt het antiek beter uit, hè? Nou, dat heb ik toen gedaan, want ik had nog kleedjes genoeg. Kijk, hier, dat is allemaal persisch tapijtje en daarachter heb ik nog batik. Ik vind die bloemen het mooiste. Ja, ook een idee van je vriendin. Het is hier niet een bloemenwinkel. Ah, Jaco. Nou, het is vandaag maandag, het is de eerste dag. Het zal mij benieuwen. Hé, de eerste dag, het is eigenlijk klanten gehad. Nee, dat kan nog niet. Nee, om 9:45 komt de eerste trein. De mensen moeten nog een kwartiertje lopen, dus dat kan niet. Dat is waar. Ik denk 10:30 ongeveer. Hebben we nog een half uurtje de tijd. Nog een half uur de tijd. Zeg. Hé, wat? Ja, neem me niet kwalijk, maar als ik jou zo aankijk, hè. En ja, mezelf was ook, hoor. Ja, wat dan? Nou ja, daar had ik nog niet zo aan gedacht, hè. Wat dan? We zien er zo showvol uit in ons eigen pakjes, hè. Is maar gepakt, waar je dan verkleed Sinterklaas soms? Nee, maar nee, ik heb in de kamer nog wel wat beters hangen. Oh ja? Ja, zeg, als we dat nou aan gaan trekken, we zijn nou tenslotte echte antiquairs, nietwaar? We zijn echt antiquairs, hé. We zijn echt antiquairs. Nou goed, kom maar mee in mijn kamertje. We zouden terug. Kunnen we even passen, hè? Ik heb nog wel wat. Ja, ik moet dat tellen, hè? Wat is dat nou? Maar ik raak ook in de war dan. Nog 25. Zo, dit is een hap. Dit is een hele handel. En dan dit er nog bij. Nee, zeg. 387 gulden, zeg. 387 gulden. Ja, en weet je wat ik hier nog heb? 62,5 gulden. Nou, dat is samen, dat kan me allemaal niks zeggen. Dat kan me niet. Hey, en we hebben de centen, kwartjes en dubbeltjes nog niet eens meegeteld. Nee, daar beginnen we niet aan, nee, hoor. Nee, beginnen we niet aan. Nee, alsjeblieft. Waar beginnen we dan aan? Ja, blijf lekker zitten, dan zal ik eens eventjes jou wat laten zien. Want ik heb... jij wat zien? Ja, ik heb hier nog een lekker flesje onder de kork. Oh, ik dacht een kurkje op de fles. Nee. Ja, mag dan worden van wel een glaasje opgedrukt. Ja, dat vind ik ook. Zal ik een paar glazen pakken, ja? Hè? Want anders komen we noten drinken als ik jou je gang ga. In de provisiekast. Zo, kijk wat is. Ik heb twee glazen. Nou. Hupsakee, inschenken, want nou is ik er wel eentje naar het getel. Nou.
Dat hou maar, hou maar, hou maar. Nou. Kunnen we er lekker lang mee doen, hè? De volle maat, hoor. Pak een bijt. Ja. Proost, hè? Ja, op de goede afloop. Goeiedag. Nou, fijn, hoor. Wat heerlijk voor Van Dijk. Vorige week zat ik hem nog zo te beklagen. Ja, jij hebt ons op het idee gebracht. Nee, het idee was van jou. Of eigenlijk van meneer. Die had het over de stad. Ja, waar de stad al niet goed voor is, hè? Ja, ja. Ja. En mijn persoontje wordt weer helemaal vergeten natuurlijk, hè? Jazeker. Dat alles zo vlot verkocht is geworden, hebben jullie alleen en uitsluitend aan mij te danken. Want ik heb gezegd hoe die advertentie geschreven moest worden. Ja, en op mijn gezag kreeg het publiek vertrouwen. Je bent een echte lieverd, hoor. Man, scheid toch alsjeblieft uit. En je was nogal zo beledigd toen je de advertentie voor het eerst zag. Ja. Is om te gillen. Beledigd? Wel, nee, je voorzaartje. Alleen, ik hou niet van die publiciteit rond mijn persoon. Maar nou ben je toch wel blij? 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 Wat heet nou blij? Ach, je voorzaartje, ik ben dankbaar. Dankbaar omdat ik een burger van ons dorp een dienst heb kunnen bewijzen. Je bent een edele borstelbron. Steek hem maar vooruit. Gefeliciteerd, Zwieber. Oh. Dat doet ontzettend veel plezier. Zo zie je me weer. Je bent een man met ideeën, hè? Ja, meneer. Zo in de gemeenteraad geen gek figuur slaan je. Nou ja, hartelijk dank. Het is er niet alleen van mij, meneer. Als u niet gezegd had dat in de stad die antieke spulletjes veel meer waard waren. Oh ja, het feest is afgelopen, hè? Ja, meneer. Nog één dagje. Ja. Morgen is het zaterdag. Trouwens, het is me goed ook. Vandaag heb ik al zijn spullen verkocht. Nou, breng me gelukwens aan je vriend over. Ja, meneer. Tot ziens, Zwieber. Dag, meneer. Meneer. Radwachter, Saartje. Meneer. Nou, ik stap ook maar weer eens op. Ja, zeg, hey, vond je je portret eigenlijk niet mooi? Dat portret? Ja. Ja, knap getekend, hè? Zal ik jullie wat vertellen, weet je wat Cornelia gedaan heeft? Uitgeknipt en in een lijstje gedaan. Ja, hangt nou bij ons boven het buffet. Zeg, ja? Piet en ik zijn je anders erg dankbaar, hoor. Wow. Als mijn portret in de krant had gestaan, was er geen hond voor gekomen. Nee, dat is waar. Met je zelfkennis begint de knaapje al te krijgen, je verzaartje. Zeg, die kameraad voor jou de groeten. En feliciteer hem maar van me. Ja, ik wou hem niet meteen in het huilen brengen. Maar nu je het zo vriendelijk vraagt, ik zal het doen. Voor me kijk. Je verzaartje. Veld, wacht uit, het kijken. Niet. Nee. Is toch een goeie vind. Nou, ik vind het toch aardig dat je dat nou eens zegt. Ja. Spreek jij Van Dijk nog? Ja, morgenmiddag. Maar ik kan het nou best alleen af. Moet ik hem wat zeggen? Ja, die pan moet nodig gesoldeerd worden. Als hij tijd heeft, laat hij dan even langskomen. Ja, voor mekaar, ik zal het hem zeggen. Maar ik ga er gauw vandoor, hoor. Ik heb echt het gevoel dat ik de hele dag op mijn benen heb gestaan. Nou, dag. Dag. Dag, tot kijk. Ja. De waas lijkt wel een flex, Jaco. Ik zit maar te kijken, ik zit maar te graaien. Of het geen geld kost. Jongen, jongen, wat heb ik een zaken gedaan? Hm? Dan kunnen we nog wel eens een doosje met nootjes voor je kopen. Misschien wel een heel pakhuis vol. Nog geld hier, pamperen geld. Jongen, jongen. Ja, maar het is wel gevaarlijk om dat zo allemaal te laten slingeren. Ach, we brengen het weg naar de bank bij je maal. Volgende week. Vind je niet? Maar ja. We kunnen het hier eigenlijk ook beter een beetje beter opbergen. Maar waar? Wacht even. Even kijken in de winkel. Hey! Oh, dat ben ik zelf. Wacht even, ik zal even een lichtje maken. Dan kunnen we zien waarover we struikelen. Zo. Nou, een leeg koekenblik? Nee. Het is zo voor de hand liggend. Een vaas? Nee, helemaal niks. Oh, wacht even, ik heb het. Dat is prachtig. Nee, Jaco, daar zal je van opkijken. Moet je zien. Nou, daar is de baas blij mee dat hij dat nog heeft. Moet je eens kijken. Kassie open. Nou, heb ik hier een fijn laadje. De motorballen zitten er nog in. Zie je zo. Dan denk je dat het een gewoon laadje is. Dat zie je zo. Maar... de baas weet dat het er een is met een dobbele bodem. En dan doen we hier alle mondjes in. Ja? Ja? Ja, jij begrijpt het. Goed zo. En dat gaat dan hierin. Zo. Als je gezien, deurtjes dicht. En dan doen we hier al het pampieren geld in. Dat is geen hond die daar iets van weet. Geen muis, geen kat, geen mens die dat vindt. Hè? Ja.
Nou, fijn hoor. Dan zal ik het op een onopvallende plek neerzetten. Nou, beter kan het niet. Zo. En als alles dan voorbij is, Jaco, hè, dan koopt de baas een hele grote zak met nootjes voor je. Nou, afgesproken. Nou, wat zeg je van Sweep? Bijna helemaal uitverkocht. Op een paar kleine dingetjes na. Nou, ik vind het net een sprookje. Zeg, even het vertellen. Dan kan je meteen volgende week weer een nieuwe advertentie plaatsen. Wat, een nieuwe advertentie? Ja. Nou, ben je normaal zeg. Al die mensen zeker voor niks komen. Het is dat nou alle mensen voor niks laten komen? Je hebt geld genoeg verdiend. Meteen een scheepslading spullen inkopen. En hup, zeg, klaar is Kees. Oh, nee. Ik hoor wel dat jij geen verstand van antiek hebt. Waar, man. Jaren duurt het voordat ik weer zo'n heleboel bij elkaar gescharreld heb. Wat kijk je naar vreemd? Nou, ik bedoel, je kan toch bij de fabriek bestellen, die mag antiek aan de lopende band. Is het geen antiek, dan wordt het wel antiek. Ja, zeg, ga nou gauw, fabrieksantiek. Nou, dat kan je niet maken. Dat is allemaal een bedrog, dat is minderwaardige namaak. Daar gooi ik mijn naam mee te grabbel. Nee, Malle Pietje is een eerlijk zaken, man. Nou, wat Brom, een man van groot gezag, ook wel eens tegen iedereen zeggen mag. Zo is het. Oh, wacht even, zeg, Brom. Over Brom gesproken. Wat is er met Brom? Wacht even. Zal ik je even laten zien? Zo. Moet eens kijken. Nou, wat zeg je daarvan? Goeiedag, zeg. Nou. Psst. Dat hang je toch niet in je winkel, hè? Nee, naast mijn bedje en boven mijn buffetje. Je meent het. Nee, ik geef het hem cadeau, dit schilderij, ja. Vanwege zijn grote gezag. Oh. Daar zal hij wel blij mee zijn, hè? Blij? Hij springt een gat in de lucht als hij het ziet. Nou, dat denk zeg, ik ook wel. Hoe kom je er eigenlijk aan? Nou kijk, toen ik merkte dat de zaken goed gingen, toen ben ik naar Marius Bastelijn gegaan. Hey. Onze kunstschilder. En ik heb hem een opdracht gegeven om het portret te maken. Nou, en dat is het nou. Hoe vind je het? Nou, het is een portret om zo mee op de loop te gaan. Pak maar gauw in voordat die plotseling langs. Ja. Moet je even kijken. Ik heb nog wat. Je hebt nog wat? Ja, hier zo. Dat is voor je façaadje. Krijgt hij ook wat? Ja, die heb jou tenslotte aan het denken gezet, hè? Echt? Ja, helemaal echt. En antiek. Nou, hier. Dat is voor de burgemeester. Nou? Een snuifdoos? Ja. Je denkt toch zeker niet dat meneer de burgemeester een snuifert is? Ach, de burgemeester is gek op antiek. Ja. Hij is alles bij hem in de winkel geweest toen hij het hem al in de hand gaat. En toen zo? Zei, ja, ja. Zo? En toen zei hij, dat is een prachtstok, Van Dijk. Ja. Als ik nog eens een buitenkansje heb, hè, dat zei hij. Nou, heb je een buitenkansje? Ja. Maar ja, je weet wel, jou, mijn beste kameraad, had ik eigenlijk ook een heel fijn cadeau willen hebben. Je weet, met een gezin en vriendendiensten worden niet met cadeautjes betaald, hè. Nodig maar eens een keertje uit om lekker te komen eten. Nou ja, eigenwijs blijf je. Ja, nou, ja. Nou ja, je moet het zelf maar weten. Ja, moet je zelf weten. Maar ik zal wel zien, ik zal wel zien. Ja, zou je zien, ja, maar. Ik geloof dat de laatste klant nou geweest is. Oh, ik ga nou maar even naar je façaadje. Oh. Want ik moet nog even een pannetje solderen. En ik denk dat ik dat nou nog even doe, dan ben ik er zo af. Moet ik de winkel sluiten? Ja, wacht nou even. Ik zal even de kar halen. Ik vraag of ik de winkel moet sluiten. Nou, nee, dat zou ik niet doen. Ik zou zeggen, nee. Zo, als jij nou eventjes blijft wachten tot... Ja, ik blijf wachten. Tot een uur of vijf. Tot een uur of vijf? Ja. Ja. En als je dan de winkel wil sluiten... Ja, dan sluit ik de winkel. Dan kunnen nog mensen komen. Ja, natuurlijk. Je kan niet weten. Nee. Nou, en dan breng jij de sleutel nog eventjes bij je façaadje als ik niet terug mocht zijn. Oh, ja. Oké? Okay? Ja, dat is goed, ja. Voor elkaar. Nou. Hé, hey, berg dat even op als je wil. Zeg, waarom moet je eigenlijk je karretje meenemen als je een pannetje moet solderen? Zoveel rommel heb je er niet nodig. Nee, maar stil, ik neem alles mee. Oh. Het schilderij en de cadeautjes. Ja, nou, kan Brom met zijn schilderij pronken morgen. Dan is het zondag, dan heb je het vast mee dus een beetje. Ja, kom voor elkaar. Ja. Ik ga hoor. Ja, hier hoor. Ja. Dan kijk maar. Die is weg. Nou, even kijken. Nou, we hebben nog ruim een half uurtje. Nee, er komt nou toch geen klant meer. Wat je wat ik ga doen, dan ga ik even een dutje doen. Jij ook? Hé, hou jij even je snavel dicht? Hé, ga ik maar even slapen. Hé, ik ga ook maar even een dutje doen. Hé, u. Hé, bof.
Volk. Neem je kwalijk, ik had u niet binnen horen komen. Ik was net heel diep aan het nadenken. Ja, wel erg diep, hè? Ja. Nou, waar is de afdeling antiek eigenlijk? Afdeling antiek? Ja, staat toch in de advertentie? Maar wat ik hier zie is alleen maar al rommel. Oh ja, nee, ja, dat klopt. We hadden verleden week erg veel antiek hier in de zaak staan. Ook in de etalage. Erg fijn. Mythisch antiek, ja. Goed antiek, ja. Maar het is allemaal praktisch uitverkocht. Oh. Alleen wat er dan nog een beetje in de zaak staat. En in de etalage, dat is er nog. De etalage? Ja, ja. Nou, daar zie ik niets voor mij bij. Zal ik me daar die hele reis voor niets gemaakt hebben? Nou, mooie boel. Ja, gaat u even zitten, meneer. Oh. Dank je. Zo. Ik zal eens kijken wat ik voor u doen kan. Kan ik u misschien helpen in een sigaartje? Nee, dank je. Ik stop wel een pijp. Oh, stop de pijp. Juist. ik heb nog een fles wijn in de kamer hiernaast. Een glaasje wijn misschien? Nee, dank je. Ik drink niet. Meneer, ook geen sigaren. Drink niet. Is net een kameel. Neem die kwalijk, meneer. Zo is het niet bedoeld. Maar, oh, kijk er eens even. Is dit niet voor u? Dat klungel? Nou, een klungel. Ik ben hier gekomen voor echt antiek. Niet voor al de rommel. Ja, het is... Mijn kameraad heeft verstand van antiek. Nou, roep uw kameraad dan even. Die is in de wei. Ik bedoel, die is op Karwei. Nou, dan zal ik zelf wel even rondkijken. Tuurlijk, gaat u rustig uw gang, meneer. Ik ben... Oh, sorry, Jacco. Nou, dit loterijndoosje, dat lijkt me wel wat. Nog onbeschadigd en mooi gesiseleerd. Ja, ja. Ja, dat lijkt nog wel iets te wezen. Ja, dat is wel... Pres? Traag nog een oude glooie. En daar houdt u van, dat weet ik. Weet je wat, ik heb nog een flesje staan. Dan ga ik even... Ik vroeg je hoeveel dit doosje kost. Juist, meneer, het gaat niet om het luchtje, het gaat om het doosje. Ik heb nog een lekkere fles... Odeur staat hiernaast. Ik vroeg je wat dit doosje kost. Doosje, kost. Kost het doosje? Nou, vraag wat het kost. Hé? Oh. Er staat geen prijs op, dus zegt u maar wat het u waard is. Nou, Rijksdaalder. Ja, is goed. Zal ik het voor u inpakken? Nee, wacht nog even. Ik wil nog even verder kijken. Deze oogst is wel een beetje erg matig, niet? Ja. Nee, meneer, daar kan u niet. Het is privé. Er staat alleen maar rommel. Oh, mag ik daar niet even rondsnuffelen? Nou ja, snuffelen. Mag meneer even snuffelen? U gaat maar snuffelen, meneer. De plant is koning. Nee. Dat is niet te doen, meneer. Hé, hey, kijk eens, meneer, heb ik van zijn galing gevonden. Ja, zeker. Dat is wel een mooi kastje. Ja. Het is jammer dat hij beschadigd is, hè? Ja, het is echt antiek. Kijk maar, ik zal u wat te zien, meneer. Ik heb twee deuren. Laadjes, kunnen open. Eén, twee, vier laadjes. Mijn collega erg aan gehecht. Zeg maar. Wait. Met die laadjes, die zijn allemaal leeg. Ja, laadjes zijn leeg, ja. Ja, vindt mijn collega altijd leuk. Die speelt altijd met die laadjes. Dan is hij een beetje zoet s'avonds. We gaan veel. Oh. Nee, want niet alleen. Kan ik het kopen of niet? Ja. Tja, wat? Het is niet goedkoop. Hoeveel? Hoeveel? Laten we zeggen, dat duurt met 10 gulden. 5 gulden. 7. 5 gulden. Hij is helemaal beschadigd. Laten we zeggen, ook alweer om de duur bent. 4,50. Nou, pak maar in. Pak maar in. Ik dacht. Jip, laat in. Zo. Om hoe laat gaat de volgende trein? De volgende trein die gaat om 5:25, meneer. Ja, 5:25. Dat is 5 minuten voor 5:30. Nou, u hebt alle tijd om, meneer, want het is maar een kwartiertje lopen. Wacht even, ik zal even een keurig koordje om mij doen, hè. Dat ben ik erg goed zin, hoor, in pakken. Ik weet niet graag dat het onderweg iets mee gebeurt. Het is toch een bijzonder kastje, begrijp je wel. Het is een kastje waarvan je zegt, daar moet ik voorzichtig mee wezen. Oh, ik zit mijn vinger ertussen, die heb ik zelf nodig. Hup. Kind kan de was doen. En die doet nooit de was.
Dus kijk eens even, ja, meneer. Ik zie nog een klein lusje aan u te dragen. Of niet natuurlijk. Dan tenminste die lange reis niet helemaal. Voor niets gemaakt. Hopelijk, hè? Even natellen graag. Kom maar, denkt u maar mee. Goedemiddag. Dag meneer. Oh, tot ziens. Dag meneer. Zo, kijk eens. Vier over piek. Nou, hé, weet je wat wij doen? We gaan de winkel sluiten en dan gaan we meteen naar, naar Malle Pietje, naar jouw baas, om hem te vertellen wat voor een buitenkansje of we gaat hebben. Oh, Van Dijk, wat heb je ons allemaal vreselijk verwend. Ja, het is werkelijk te erg, hoor. Ik ben ontzettend hebben nopjes met deze prachtige snuifdoos. Hoe wist je dat ik hem zo mooi vond, Van Dijk? Nou, meneer de burgemeester, ik heet dan wel Malle Pietje, maar ik heb nog wel een paar hersentjes in mijn koppetje. Veldwachter, zeg jij niks? Neem me niet kwalijk, je verzaagdje. Ik ben daar helemaal stil van. Ja. Nou moet u nog eens kijken. Die onderscheiding, is die niet prachtig? Ja, het is erg mooi. Nou, het wordt een echt pronkstuk in mijn huis, hoor. Van Dijk, eerlijk hoor, hartelijk bedankt. Graag gedaan, hoor, Brom. Dank je. Ja, natuurlijk. Dank je. Oh, daar is Fiebertje. Oh. Ja. Binnen, dag, Suber. Kom binnen. Ja. Je voet even. Ja. Net dat ik dacht, alles en iedereen die feest hebben. Ja, jij komt de feeststemming nog vroeg, hè, Suber. Ja. En als je eens wist met mij, meneer. Oh, ja. Met de winkelsleutel. Laat er gezellig bij zitten, Suber. Nee. Zo. Van Dijk heeft ons vreselijk verwend. Ja, ja, we zijn echt verlegen van het. Het is werkelijk te gek, Van Dijk. Ja. Zeg, heb je mij al gezien, Zwie? Zie jou elke dag. Nee, dat bedoel ik niet. Hier, dat schilderij. Indrukwekkend. Nee, veldwachter is genoeg. Krijgen de bibbers van. Kijk eens, zie je? Nou, maar meneer, die heeft gelijk, hoor. Van Dijk heeft ons schandalig verwend. Ja, mensen, hou nou alsjeblieft op. En jullie hebben geen idee ervan wat ik allemaal verdiend heb deze week. Geld goed opgeborgen, Van Dijk. Nu onze veldwachter alleen maar zijn portret bewaakt. Als er dus een inbreker bij je binnenkomt. Hè? Maakt u zich daar geen zorgen over, meneer de burgemeester. Mijn kameraad heeft de winkel goed op slot gedaan. Mooi. En in de tweede plaats heb ik mijn kapitaal veilig gesteld in mijn kamertje. In een heel bijzonder kastje. En in de kastje zit een geheime la. Die weet ik alleen maar. Wat is er? Wat heeft die nou opeens? Een kastje. Waar ga je naar toe? Ach, je verstaat, je maakt je daar geen zorgen over, want hij maakt ons gewoon het schrikken. Echt zwiep. Hij komt zo wel weer terug, hoor. Echt zwieber. Ja, die houdt de boel altijd voor de grijp. Ga dan maar even kijken. Nee, blijf je alsjeblieft zitten. Nee, dan sluit ik de deur wel even. Ja, natuurlijk, heb je groot gelijk. Dat moet je niet doen, je verzaartje. Hij houdt je voor de gek. En als je er nou in zou trappen, dan heeft hij dubbel veel plezier. Ja. Dat is echt sweep. Schitterend. Die hey, Van Dijk valt niet, hè. Schitterend. Nee, maar niet kwalijk. Thank you.
begrijp het toch niet. Hoe lang is hij nou al weg? Mm-hmm. Je versaartje, maak je toch geen zorgen. Die zit natuurlijk in de vergulde kip achter een paar biekjes en praatjes en praatjes. Oh man. Ja, bij mijn kameraden sta je altijd voor verrassingen, hoor. Mm. Ja, jullie... pardon. U en jij zullen misschien wel gedacht hebben... Waarom geeft Malle Pietje zijn beste kameraden geen fijn cadeau of zo, hè? Misschien is hij daar wel boos om weggegaan. Wel, nee, zo is Wiebe toch helemaal niet? Nou, het zou me niks verwonderen. Misschien hebben we wel gelijk, Van Dijk. Die gedachte is niet eens bij me opgekomen. Maar, lieve mensen, ik moet je vertellen, ik heb het hem wel gevraagd, hè. Mm. Ik heb mijn beste vriend gevraagd of hij wat zou willen hebben. Ja. Maar hij wou helemaal niks. Ja, en toen heb ik er zelf wat op bedacht. Ja, wat dan? Ja. Ik heb een sparenbankenboekje genomen. Oh. En daar heb ik 15 gulden op gezet. 15 gulden? Dat is ontzettend leuk. Ja. Voor het geval als de nood nog eens aan de man komt. Oh, maar daar zal hij reuze blij mee zijn. Wat lief van je, Van Dijk. Nou ja, maar ik zeg het hem niet, hoor. Want dan krijg ik de grootste trammel. Nee, natuurlijk. Oh, jullie zien van Subertje, meneer. Mag ik even langs? Zo. Ja, meneer. Ja, hallo met de burgemeester. Ja? Wat zegt u? Iets met Zwiebertje? Ja, dat moet toch een misverstand zijn. Hoe noemt u dat? Treinroof? Nou ja. Nee, ik beschouw het helemaal niet als een grapje. Nee, ik sprak alleen over een mogelijk misverstand, ja. Ja, ik zal direct onze veldwachter sturen. Ja, goeiedag. Wat hoor ik daar, meneer? Zoiets van een treinroof? We zullen wel zien, veldwachter. Ja, meneer. Ga onmiddellijk naar het station. Neem mijn fiets maar. Iets met Zwiebertje. Tot Joris. Heel lachbaar, hè? Ja. Toch geen ongeluk, meneer? Ik snap het niet. Nee, geen ongeluk, Saartje. Jammer. Het was zo'n gezellige avond. Oh, mij. Ja, ik weet van niks. Ja, als ik het dan maar weet. Ik heb een verkeerd kassie genomen. Kom maar niet schelen. Kom op, schiet ermee naar de burgemeester. Kom op. Ach, arme mensen, meneer Van Borselen, wat moet u nou al niet van mijn kameraad gedacht hebben? Ja, het was wel de eerste keer in mijn leven dat ik door een wildeman beroofd werd. En Sweet, wat zou jij geschrokken zijn toen ik de mensen vertelde waar ik mijn geld had verborgen? Nou, ja, maar roep, het werd net of ik door de grond zonk. Het werd net of ik een klap van mijn kop kreeg. Ja. Zeg, Van Dijk, laat jij ons nou eens zien hoe dat kastje werkt? Ja, Van Dijk, laat het. Ja, dan zal ik het even demonstreren. Moet je opletten. Dat is een kassie met twee deurtjes. Ja. Deurtje open en dan zie je alle laadjes. Oh, ja. Dan trek ik het onderste laadje eruit. Ja. Zie je wel? Ja, maar er zit toch niks in? Nee, dat klopt. Dat denk je tenminste. Het is er een met een dubbele bodem. Oh. Dan haal ik dat eruit. Ja. En wat zien we nou? Kijk eens even. Allemaal geldje. Daar ben ik blij mee, hoor. Ja, dat geloof ik. Jongen. Ja. Kijk, en dan achter zit nog een schuivertje. Ja? En als ik dat ophaal, dan komt de rest van mijn geld. Alsjeblieft. Ja, verdraaid. Prachtig, hè? Dus als dat kereltje die... Zeg eens, hoe heet jij ook weer? Nee, Zwiebertje, meneer. Ja, dus als jij Zwiebertje een paar minuten later was gekomen... zo kun je nog eens antiek kopen, hè? Ja. Zeg eens, Van Dijk, dat kastje blijft toch mijn eigendom, hoop ik? Ja, dat wil zeggen, ik moet eerst eventjes mijn geld bij elkaar zoeken. Ja. Zeg, Zwiep, wat heb je meneer Van Borsel al laten betalen? Wacht eens even, dat was, 4,50 gulden. Ja, dat klopt, meneer. 4,50 gulden. Nou, vooruit. Kijk er eens aan, meneer Van Borsel. Alsjeblieft. Hoezo? Maar ik dacht toch dat ik dat kastje mocht Ja, dat mag behouden. U behouden. Dat krijgt u van mijn cadeau op de goede afloop. Nou, Borsel, het heeft me wel een doos die schrik gekost. Ja, en ik heb er nog een trein moeten voor missen ook. Bedankt, Van Dijk. En als je nou nog eens een antiek week houdt, waarschuw me dan even. Hè? Dan kom ik ook weer opdagen. Ja. Ik zie u graag, hoor. Saartje, schenk eens in, hè? Ja, meneer. Ik heb al in geschoten. Een sigaar, meneer Van Borsel. Nee, dank u wel, burgemeester. Meneer Van Borsel, die ook geen sigaar, alleen een pijp. Oh, drinken die ook niet. Chocola wel. Okay. Ik kom er even bij zitten. Ja, gezellig, zie je. Zo, heerlijk. Nou is alles weer in orde, hè? Ja. Nou, en dan is het morgen zondag. En dan kom jij bij mij... Voor visite en dan krijgen we kip,
gebakken, aardappeltjes en appelmoes. Nou? Oh. Nee, weer kip. Ja. Het is een week geweest waarin alles om geld draaide. Dus niks voor mij, meneer. Nou, je lacht weer, hè, Zwieber. Ja, meneer. Met echte vrienden moet een mens pas gelukkig wezen. Ja, kindertjes, uit is de pret. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoek naar bed. En nu tot weerziens hoor. Dag, Zwiebertje. Dag, kindertjes. Dag, Zwiebertje. Dag, kindertjes. Tot weerziens.